Goedemiddag mensen iedereen, ik ben Mark Verdikt. Ik ga vandaag een klein beetje uitleg geven over een broodvisserij op een privéwater hier in Moerzeke. Dat is een putje, dat is van Jules Cabas voor de mensen die hem kennen. En is een watertje waar veel karper op zit, veel kweek van de karpers die erop zitten. En er zitten ook veel dikke karpers op en ook veel kroezen. Het is geen water, zeker en vast geen water, want wij hebben dat al dikwijls geprobeerd van te vissen met pellets, maar dat lukt hier niet. Maden, brood en af en toe in de kant, dus hier naast mij, in de kant, daar gaan we wel eens proberen met de dubbele mais. Ik noem dat altijd een kabasken, omdat die twee tegen elkaar zeggen, maar dat gaan we dan straks wel zien. Zo dus, het water is hier ongeveer een meter 20, meter 30 diep. We zitten hier wel op het diepste stuk van de vijver. Een vijver van ongeveer een 50 meters lang op een 30 meters breed. Dus dat is een mooi vijvertje voor een privéwater te zijn, dacht ik wel. Goed, dan zijn we klaar voor te starten met brood. Dus het is broodvisserij met een penske, dus geen korstenvissen. Dus pensen, broodvisserij op de grond. Dus niet drijvend, niet half water, gewoon broodvissen op de grond. Oké, dus we gaan starten met de sessie. We gaan starten op 10 meters, dus met het brood, het wit van het brood op de grond. Dus we stampen met een 8 mm pensken, we duwen dat goed plat en dan is dat een klein schijfje. Je ziet, een klein schijfje, dat pikken we gewoon op de naak en we ondersteunen dat schijfje met een haak. Zo dus. In het water gaat dat een klein beetje zwellen, dus dat gaat een sponsje zijn, maar dat gaat zeker en vast op de grond. Het lijntje waar ik mee vis is een 0,3. Normaal gezien, als ik met brood vis, vis ik met een recht dobbertje. Maar nu vis ik met een bolletje, omdat we met de maden en af en toe met de mais vissen. En aangezien met brood nogal nipt moet uitgelooid worden, vissen we met een bolletje dat dat niet zou ondertrekken. Want van de wind trekt ons het penneken onder. Zo dus, we gaan starten. 3 loodjes nummer 8 en een klein beetje uitgedrukt met stotjes nummer 11. 0,3. En een onderend 0, dus we zitten van boven met 20 honderdsten, onderend 18. Haak 14. Oké, dan gaan we van start. We moeten in ons water, we gaan een klein beetje korreltjes in doen in ons cupje. Niet te veel, beter regelmatig een beetje als grote cupen te geven. Zeker wanneer je met brood vist, is de bedoeling dat ze er niet dik eten in de korrels die je geeft, maar wel in het haas dat je aanbiedt. Dus we gaan een klein beetje vooruit. We kuppen het. En we gaan er ons op leggen. Voilà. Ik weet nu niet hoe lang dat zal duren. We beginnen maar juist. Normaal gezien op dit water vang je om te starten gemakkelijk kroezen. Zelfs kroezen tot een kilo groot. Maar ik weet nu niet met dat warm weer wat het nu gaat zijn. Dus ze zijn er wel al aan bezig, zie ik. Vissen is iets beter dan het duivensport, hè? Wachten. Het is het moment voor een beetje bij te voeren in de kant. Met wat voeren we? Dat zijn de korrels die je kunt verkrijgen uit de sportshop. Die zijn samengesteld door de veearts Poppen. Het is een korrel die iets langer in stand blijft tegenover de 130. De veel mensen kennen de 130. Die bleke korrel, dat is direct een pap. Deze die blijft wel een beetje langer standvastig. Er zou moeten een lokstof, een soort amino, in zitten. Dus ja, voor zover het allemaal waar is en nodig is. Goed, dus je ziet, dat is een 3-4 rafeltjes. En dat is genoeg. Als je veel vis vangt, dan mag de cup wel iets groter zijn als je dat geeft. Maar ik denk dat het nu is moeilijker, is dat meer als genoeg.
of jonge karpertjes. Ik zal het erop zien. Het is een kruisje. Het is nu toch wel een karpertje. Hopla. Het is een kruisje. Twee vlokjes van 8 mm. En ja, maar het begint stilletjes aan wat later te worden, dus normaal gezien gaan we toch nog dikkere vis vangen. Allemaal zo wat zelden slagsen. Hopla! Net. Blijkbaar met mijn naden bij te smijten op de 10 meter lijn was geen goed gedacht. Het resultaat is dikke palingen vangen. Ja, dat zijn palingsjes van 700 gram. Mooie stukken. Ik zal hem er een keer uithalen voor laten te zien. Dat zijn mooie stukken, hè. Kijk, 70 centimeter lang, 75 centimeter lang. Ik schat hem 800-900 grammen. Ik hoop dat je hem ziet vertrekken. Hopla. Ik heb nu een andere plaats opgebouwd, ging het van achter onder de boom. Waarom doe ik dat? Ik betrouw me erop omdat ik daar direct weg moet van die stokken. Gewoon omdat ik weet dat die stok enorm sterk is. Dus ik kan die helemaal naar rechts smijten. Dus we hopen dat we er een keer een beter partij hebben, dat kunnen demonstreren. Maar die stok, daar kun je echt mee trekken. Dat is de 74 Power Carp, dus een nieuwe serie. Allemaal te verkrijgen in de Sportshop in de Noordstraat in Hamme. En ook de andere serie, het is een beetje uit de duurdere selectie. Zo, het pakket is 950 euro. Valt eigenlijk nog wel mee. Maar het is voor het moment een van de sterkste stokken voor op 11,5 te sleuren en te trekken met de Pula-kit. Zeg, het is een eerste dikke vis van vandaag. Zoals je gaat zien, de vis vecht hier enorm. En ik volgens om de trek gewaard te worden, zal het waarschijnlijk spiegel zijn. Dus en de spiegels die hierop zitten, zijn allemaal mannen van 6, 7, 8, 9 kilo. Zie je, wat een spiegel is. Mooie vis. En nu nog in de kant een beetje, als men net niet te lang ziet. Zoals je gezien hebt, kan die stok wel tegen iets tegen. Prachtige spiegel. Hier zitten zelfs nog dikke vissen op, daar ben ik zeker van die nog nooit niet gevangen geweest zijn. Trouwens, dat gaan we rap zien aan de mond van de karper. Er zijn erbij die nog nooit geen haak gezien hebben. Een prachtige reactie van die rekker, van die midi-rekker. Het is gewoon een vis, hè.
Zulke voert zijn vissen met EPO. Oh. Ja. Kom boy. Voilà. Bingo. Ja, dat is ja. Prachtige spiegel. Ja. Een goede 5 kilo.